Terwijl komt uit een moderne Turkse familie en trouwt op haar eigen verzoek binnen een conservatieve klen. Aan het begin van haar huwelijk moet zij een hoofddoek dragen en mag zij niet werken, ook al is zij opgeleid als verkoopster in de detailhandel of de industrie. Zij mag ook niet koken, want ze eten samen bij de schoonmoeder. Een zoon is geboren. Terwijl probeert waarschijnlijk vaker te ontsnappen, maar keert terug vanwege bedreigingen door de klen van haar man. Pas in 2003 vraagt zij eindelijk een echtscheiding aan. Haar man Sheba Hattin wil dit echter niet accepteren. Op 17 juni 2003, staat hij uren op de uitkijk voor haar voordeur. Als Tuel in de auto wil stappen, schiet hij haar met zeven kogels neer. Nauwelijks twee weken later zouden de twee 34-jarigen gescheiden zijn. Drie broers van de vermoorde Tuel houden een waken voor hun vermoorde zus in Dinslaken en informeren de media. Slechts een paar uur na de moord huurt de familie van de moordenaar de schandaaladvocaat Rolf Bossi in om hen te verdedigen. Volgens sommige internetbronnen wordt de dader later veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en wordt Bosjes beroep tot herziening verworpen. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerfraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eer